I'm going to destroy Android. Deze woorden vallen te lezen in de binnenkort wellicht best verkochte biografie van het jaar. Na de dood van Apple-icoon Steve Jobs steeg de vraag naar het maandag te verschijnen boek met meer dan 40.000% over die biografie en de strijd van Jobs tegen Google en nog allerlei andere dingen. Gaan we praten met journalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen. Ja, wat, je hebt hem natuurlijk al gelezen. Ja, of, helemaal, hè, van begin tot eind. Nee, hoor. Nee, maar je weet wel meer dan ik heb dan wat dingen verzameld. Er zijn Amerikaanse media die hebben hem van tevoren mogen lezen. De ding telt 600 pagina's. Het beslaat zijn hele leven. Het gaat eigenlijk helemaal niet zoveel over techniek. Hè. Het gaat meer over van wie die nou is. Tot en met allerlei details. Bijvoorbeeld moet je voorstellen, ze hadden Apple opgericht. Steve Jobs is 22. Hij heeft natuurlijk helemaal geen verstand van manager. Van een bedrijfsleider. Zo. Dus ze trekken een CEO aan. En wat probeert die CEO bijvoorbeeld bij Steve Jobs voor elkaar te krijgen? Dit soort details staan erin. Dat hij wat vaker in bad gaat. Is niet gelukt trouwens. Echt waar? Is niet gelukt. Ja, je kan je dat ook wel voorstellen. Nerd. Ja, nerd. Dat zijn niet de mensen die zegt die hygiëne op de grote topprioriteit hebben. Wat geweldig. Waarom detail. Zou je je wassen? Dat kost maar alleen maar tijd. Hè? Je kan ondertussen ook andere dingen gaan doen. Dus ja, dat soort dingen staan erin. En dat is wel aardig. Dat geeft een aardig insightje. Ook bijvoorbeeld wat de Jobs toch is voor een man. Dat hij bijvoorbeeld gewoon tegen Obama zegt. Als jij zo doorgaat, word jij gewoon nooit herkozen als president. Jij zal de president worden van de ene termijn. Nou, dan moet je toch al. Hij was teleurgesteld in Obama. Ja, hij had een dinertje met hem. Moet je dus voorstellen ook al dat hij dus eigenlijk niet naar het diner wilde gaan. Hij was naar San Francisco, zou diner hebben met Obama. Omdat hij niet door Obama persoonlijk was uitgenodigd. Dus dat moest eerst even geregeld worden. Toen ging hij erheen. Bemoeide hij zich natuurlijk ook met het menu. Hij wilde. Er ontstond discussie over wat er het toetje moest zijn. Het lijkt wel Johan Cruijff. Ja, echt microcontrol all over. Dus. Nou ja, waar werd hij bij Obama gek van? Dat kan je ook wel voorstellen. En dat zegt ook wat van over Jobs. Hij is met Obama aan het praten en hij zegt, ik word er helemaal gek van. Jij bent alleen maar bezig met wat niet kan. Elke keer zei hij van laten we dit gaan doen of waarom doe je dat niet? En dan ging Obama uitleggen zoals wel meer politici doen. Ik moest erg denken aan meneer Hans Dijkstal. Die kon het ook altijd uitleggen waarom dingen niet konden. Nou, daar krijg je mensen natuurlijk niet enthousiast over. Hij zegt ik wil weten dingen die wel kunnen. Dat is interessant. Dus daarom Steve zei Jobs voor president. Ja, dan, Maar hij heeft die verhalen dus verteld aan zijn biograaf. Ja, Walter Isaacson. Isaacson. Ja. Niet de eerste beste biograaf. De andere biografie die heeft geschreven is van Einstein en Franklin, dan weet je ongeveer wat voor categorieën we hier zitten te praten. Topman van de CNN en van de Time Magazine. En daar heeft hij meer dan 40 gesprekken mee gevoerd. Tot een paar weken voor zijn dood. En hij heeft eigenlijk alles verteld wat er te vertellen valt. En allerlei rare anekdotes. Ook wel dingen waarvan je denkt, toch, bijvoorbeeld zijn vader. Hè, we weten allemaal, de meeste mensen weten wel, hij is geadopteerd. Hij heeft zijn biologische vader nooit ontmoet. Dat is dus niet waar. Hij heeft gegeten. Het is net een roman. Hij heeft gegeten in het restaurant van zijn vader. Zonder dat beiden dat wisten. Het is net een Griekse tragedie. Hè? Dus die vader die heeft hem bediend. Die heeft ook later tegen zijn zus gezegd. Weet je wie hier een keer gegeten heeft? Steve Jobs. Niet wetende dat dat zijn zoon was. Ja, dat. Dat vind ik toch wel. Daar zal ik toch wel. Ja, ja. Dat is een film. Ja. Het mooie dat is gewoon een Amerikaanse film. Het mooie is, en dat vind ik wel bijzonder, dat hij dus 40 gesprekken met die biograaf heeft gehad. En duidelijk maakte, joh, uiteindelijk schrijf jij het boek. Je gaat maar doen wat je wil. Ik hoef die even van tevoren niet te lezen en de groeten verder. Hij heeft hem de vrije hand gegeven, ja. Maar dat is wel bijzonder. Er is bijna niemand die dat doet. Nee, maar dat zegt ook wat over jezelf. Trouwens. Misschien wist hij wist op dat moment waarschijnlijk dat hij niet zo lang meer zou leven. Dus. Of had dat er niks mee te maken? Geen idee. Ik kan niet zeggen wat voor overwegingen daarmee meespelen. Ik weet wel dat hij. Ook over die ziekte trouwens. Dat blijkt ook uit het boek. Dat wisten we trouwens al eerder. Dat hij dus. Hij kreeg te horen dat hij ziek werd. En hij weigerde geopereerd te worden. Hij weigerde behandeld te worden. Hij heeft eerst allerlei andere alternatieve methodes uitgeprobeerd. En daar heeft hij nu spijt van? Nu heeft hij geen spijt meer, want hij is volgens mij vrij dood. Maar, In dat boek bedoel in ik? Boek, ja. Nee, want ja, dat is moeilijk om volgens mij om te erkennen dat je daar spijt van hebt. En artsen zeggen ook wel, ja, dat komt bij meer mensen voor. Hè. Mensen die een diagnose kanker krijgen, willen niet meteen tot drastische behandeling overgaan. Hij keek er erg tegenop dat er is lijf gesneden zou worden. En dat heeft 9 maanden geduurd. En andere artsen zeggen wel, ja, dat is wel een lange tijd. Er had in de tussentijd nog wel wat kunnen gebeuren. Ik zei in het begin, I'm going to destroy Android. Nou, dat is voor veel mensen heel belangrijk, die strijd tegen Android. Vind jij dat ook, in dat boek?
Nou, het gaat meer over dat hij, ja, ik vond het eigenlijk niet zo. Nou ja, wat wel. Leg even uit wat Android is. Android is het concurrerende systeem. Dat is van Google. Dus je hebt de Apple voor de iPhone, de app, je hebt de Apple iPhones en je hebt een besturingssysteem voor de andere telefoons. Dat is Android. En je hebt ook nog Nokia. Dat is eigenlijk de grootste. Maar die is aan het wegglijden. Het refrein in. En daar verwachten we niet zoveel meer van. Dus Android, Google. Daar gaat het om. En je moet je voorstellen. De topman van Google heeft in de top van Apple gezeten. Commissaris. Dus die is daar op een gegeven moment weggegaan. En toen lanceerde Google de Android. En ja, en dat zouden we kunnen zeggen. Dat is een broertje van de Apple iPhone. Als je naar kijkt. Dat zijn dezelfde ideeën. Dat zijn de... En toen zei hij. Dit is hij werd woest. Hij zei van. Dit is, ze hebben het gewoon gejat. En ik ga je kapot maken. Dus hij zei tegen Google. Ik ben niet geïnteresseerd om deze zaak te settelen. Om daar, hoe noem je dat? Te schikken. Te schikken, ja. He, dus ik ga je gewoon, al kost het me, al gaat heel Apple eraan kapot, ik ga je kapot maken. Dit hier kom je niet mee weg. Nou ja, dat is een beetje zeg maar dat macho gedrag van die van dat soort topmannen die dat dan aan elkaar laten weten. Maar het is wel opvallend dat hij daar zo doorgepakt werd. En dat hij daardoor gegrepen wordt. Ook omdat natuurlijk Apple zelf ook nog wel eens beschuldigd van stelen. Hè, van ideeën. En je ziet, moet zien hoe als je de rechtszaken traat. Want er worden nu veel rechtszaken aangespannen. Hoe ver dat dan ook teruggaat. Hè. Ze hebben nu iemand gepakt. Die brengen ze een rechtszaak naar voren. Die zeggen ze ja, hij heeft die ideeën gestolen. Want hij werkte van 1992 tot 1993 bij ons. En daar werden dan die ideeën eigenlijk al ontwikkeld voor de iPhone. Ik denk dat dat wat overdreven is. Maar goed, daar. Dus dat is een schering en inslag in die wereld. Dat mensen. Een tijdje bij een bepaald bedrijf werken en bepaalde kennis weer meenemen. Ja, naar het nou ja, alles bedrijf. Draait om kennis natuurlijk. Wat in dit vertrouwen moet je misschien ook Apple. Kijk, bedrijven als Microsoft verwerft patenten. En wat doen ze? Philips doet het ook. Die verkopen die patenten weer. Of tenminste, die licentiëren dat. Hè. Je kan het ervoor betalen, kan je gebruik maken. Apple verwerft patenten om te zorgen dat anderen die kan namaken. Dat is eigenlijk gewoon. Dat ze, zij verzinnen patenten. Ze maken speciaal patenten om te zorgen dat de concurrentie dingen niet. Kan doen. En wat Jobs daarover zegt is, ik wil niet dat andere prularia gaan maken gekoppeld aan mijn systemen, want daar leiden mijn systemen ook van. Ja, en hij heeft minachting eigenlijk voor dat soort dingen. Hij vindt, hij is natuurlijk iemand die zo'n control freak is. Met control freaks hebben minachting voor mensen die dingen op een andere manier doen. Ja. Ik weet niet of dat al in die voorpublicaties zit, maar realiseerde hij zich eigenlijk dat hij af en toe wel als een bloedhond tekeer ging, ook binnen zijn eigen bedrijf? Ik weet niet welke van de 600 pagina's erover gaan, maar ik ben dit niet tegengekomen. Dat is mij in ieder geval niet opgevallen als opvallend iets. Wat ik geloof niet dat het hem dat ook vreselijk interesseert. Maar misschien heb ik het over het hoofd gezien. Hij was wel bezig, blijkt uit het boek, dat met zijn opvolger, hè? Ja, toen hij realiseerde dat zijn leven eindig was, zeg maar. Dat realiseerde hij overigens al heel vroeg. Hè. In het boek staat ook dat hij al als tiener ervan uitging dat hij vroeg zou doodgaan. Dat doen de meeste tieners trouwens wel. Maar hij had ook als credo, als Bob Dylan, zijn grote held, die had het credo. Als je niet bezig bent om geboren te worden, dan ben je bezig om te sterven. Dus altijd bezig om te zorgen dat je iets aan het doen bent. Want je tijd is maar kort en je kan maar weinig tot stand brengen. En daarom heeft hij ook vrij veel tot stand gebracht. Was dat je vraag? Hè? Nou, het ging over die opvolging. Oh, die opvolging, ja. Toen heeft hij toch tegen het einde heeft hij een soort academie opgezet. Apple University, om mensen op te leiden om het bedrijf te runnen. Want hij wilde dat Apple, hij noemde als voorbeeld Hewlett en Packard, dat grote Amerikaanse computerbedrijf, wat eigenlijk naar beneden is gegaan op het moment dat die eigenaren daarmee stopten of daar uit het bedrijf verdwenen, werd dat een gewoon computerbedrijf. En hij wil Apple daarvoor behoeden. Ja, de toekomst moet uitwijzen of hij daar natuurlijk in slaagt. En dan wilde hij absoluut niet dat de nieuwe CEO die daar tevoorschijn zou komen een soort Steve Jobs zou zijn. Nee, maar hij wilde ook niet dat het een Steve Ballmer zou worden, zeg maar. Dus hij zegt al die bedrijven. Ballmer, dat is de man van Google. Van Microsoft. Microsoft. Dus je hebt Bill Gates, dat is Microsoft, en die is opgevolgd door Steve Ballmer. En hij zegt, al die bedrijven gaan eraan, omdat er uiteindelijk iemand aan de top komt, en dat zijn verkopers. Dus Bill Gates was altijd een visionair, en van Steve Ballmer werd altijd geprezen door de industrie als de man die weet hoe die dingen moet verkopen. Oh. Nou ja, dat zie je. Je weet misschien wel wat je moet verkopen, maar voordat je iets verkoopt, moet je toch eerst bedenken. En daar is hij toch minder goed in. He, dat je ziet dat met Microsoft sinds Gates weg is, hebben ze toch een beetje moeilijk. En dat zal je misschien bij Apple ook zien. Als Jobs weg is, nu zit er iemand die heel goed is in logistiek, die dat heel goed, dat proces kan helemaal verfijnen. Maar het gaat er toch om
wat bedenk je? En dat is ook wel interessant in het boek, want het gaat erom, wat heeft hij nou nog meer in petto? En voor het eerst komt dat naar buiten. Iedereen vraagt zich af, wat is de volgende stap? Waar gaat Apple zich op richten? Nou, volgens het boek gaan ze zich televisie storten. Dus hij, Jobs zegt letterlijk, wat ik ga doen met de televisieindustrie, wat ik heb gedaan met de muziekindustrie. Hij heeft de muziekindustrie met iTunes en de iPhone en de iPod natuurlijk omgekeerd zo'n beetje. En hij zegt, dat ga ik ook met de televisie. En dat is wel interessant. Want als hij dat gaat doen, als dat zijn nieuwe ding is, hij wil eigenlijk een apparaat maken dat je niet meer 7000 afstandsbedieningen om je heen hebt liggen, maar dat het allemaal makkelijk te bedienen is. Hè, dat je eigenlijk je iPad voor je neus hebt en dat je daarvan ook je muziek, je televisie makkelijk kan bedienen. Maar Apple maakt geen televisies. Gaan ze dat wel doen? De grote concurrent in deze, Android, wordt gebruikt door Samsung. Samsung maakt wel televisies. En dat zou wel eens interessant, als Samsung ook dat ook gaat doen. En dat lijkt me zeer logisch, want het is nou niet echt zeg maar een visie van Apple om dit te gaan doen. Er kunnen meer mensen bedenken dat dat de volgende stap is. Dus dan zou Samsung daar wel eens een veel groter voordeel in kunnen hebben. Want Apple is ook eigenlijk niet zo happig op samenwerking met andere bedrijven. Nou, televisies worden door anderen gemaakt. Staan al in alle huiskamers. Wie gaat dat winnen? Dat is een... Dat wordt wel erg interessant. Zit er nog een Nederlands teentje ergens in? Ja, ik kwam ook nog iets tegen. Dat hij in 2009 is hij begonnen met het ontwerpen van een jacht. En dat wordt in Nederland gebouwd, bij Fat Ships. Ik weet niet precies waar ze zitten. Hoofdkantoor is in Haarlem, Aalsmeer en Friesland zit er ook. Er zijn een paar bedrijven. Ik geloof dat daar een hele grote werf is in Friesland. Precies, en daar is hij eigenlijk, heeft hij zich... Het is een minimalistisch design. Wanden van glazen wanden van 12 meter, begrijp ik. En dat heeft hij dus zelf ontworpen. En heeft zich ook heel nauwkeurig bezig gehouden. Maar kwam hij hier wel eens? Om te kijken hoe het ermee ging? Ik denk dat we dat de komende tijden allemaal gaan horen. Want ik neem aan dat Fat Ships wel bezoek gaat krijgen. Fat Ships zit trouwens ook in de Verenigde Staten, hoor. Het is een Nederlands bedrijf met een vestiging in Florida. En die boot is nog niet af? Nee, ik denk het niet, nee. Want dan zouden we het wel gehoord hebben. Dat is, ja, omdat hij dacht dat hij vroeg dood zou gaan. Hij wist op een gegeven moment ook dat hij dood zou gaan. En toch bezig met zo'n boot te bouwen, hè? Twee jaar geleden wist hij nog niet dat hij zo snel dood zou gaan. Dat is volgens mij. 2009 begon hij ermee. Ja, nee. En volgens mij, een jacht is ook niet iets wat je uit je mouw schudt. Zeker niet als je iets wil hebben wat niet van de lopende band afkomt. Nee, maar dat heeft misschien ook weer te maken met dat credo, hè? Als je niet bezig bent om geboren te worden. Hoe is not busy born is busy dying. Ja, zo zingt Dylan dat. Dat hij dacht, nou ja, oké, we blijven wel bezig. Ook met dat jacht. Misschien kunnen we er nooit in varen, maar... Je kan je afvragen, gaat hij met het jacht? Ik denk dat het gewoon jacht wordt met een beetje bijzonder uiterlijk. Maar gaat dat jacht nog wat toevoegen aan de jacht? Dan gaan alle anderen zeggen, ik wil ook zo'n jacht. Ja, dat is eigenlijk... Zeg, en in de Verenigde Staten wordt er vol gespeculeerd dat er hier de zaak verfilmd wordt, inderdaad, naar aanleiding van het Facebook-film over Mark Zuckerberg? Dat zou kunnen. Ja, lijkt me wel eigenlijk dat er wel een film te vragen is of het zo... Kijk... De social network over Mark Zuckerberg gaat natuurlijk over iets waar... De strijd. Ja, en ook over iets wat zo in ons leven zit. Hè? Facebook is voor mensen... Apple is leuk en interessant, maar Facebook is veel meer onderdeel van je leven, denk ik. Dan Steve Jobs. Ja, ik weet het niet. Het is wel een verhaal wat je... Tuurlijk, er zit natuurlijk toch ook heel veel dat aspect van die adoptie. En, ja, je kan er mooie dingen over maken. Die vader die zijn zoon bedient zonder het te weten... en die zoon die er zit zonder te weten dat het de vader is... lijkt mij wel een filmscène waar je minuten vijf mee voort kan. Dat lijkt mij ook wel, ja. En het is vooral nu interessant hoe de strijd zich tussen Android en Apple gaat verder ontwikkelen. Er is net een nieuwe versie van Android beschikbaar, waar ze allerlei, en dat is om het even duidelijk te maken, Apple heeft in zijn nieuwe iPhone, ik heb hem hier toevallig bij me, zit hij dat je voice command in. Je kan zeggen, wat is het weer? En dan zegt hij, het weer is. Maar dat moet je niet in Nederlands zeggen, want dan verstaat hij niet. Nee, in Engels, hè? Maar dat komt nog wel in het Nederlands. Misschien laten we dat hopen. Dat heeft in Android, en dat heet Siri. En in Android heeft het nu, en dan heet het Iris. Dus net omgekeerd. En je kan je voorstellen dat iemand dan zegt van... ja, dat was toch niet helemaal mijn idee. Oké, dankjewel. Francisco van Jolen. Over de biografie van Steve Jobs. Die ligt vanaf maandag in de winkels. Als u er meer over wilt weten, nieuwshow.nl en teletextpagina 260.